En dan komt die laatste goal van FC Utrecht. Wat denk jij dan als je die bal erin ziet gaan? Ja, dan kun je natuurlijk wel door de grond zakken. Ik hoorde inderdaad zeggen, je bent 24-7 met Ajax bezig. Hoe kan dit dan, na best wel ondertussen een lange tijd, dat je niet trainer bent bij Ajax? Ja, dat is natuurlijk de vraag die we ons met z'n allen stellen. Hoe krijgen we het voor elkaar door dit om te draaien? Als ik daar het recept voor zou hebben, dan zou ik het zeker doen. Maar het enige wat ik kan is elke keer blijven hameren, blijven trainen. Ook morgen weer de beelden laten zien. Communicatie achterin, de 2-2. Is een lange bal van Utrecht waarbij volgens mij de rechtsback en de centrale tegen elkaar aanlopen. En dat levert een corner op en een doelpunt en allemaal dat soort dingen. Ja, ik kan niks anders doen dan dat blijven herhalen. Heb je het idee dat je volgende week ook nog trainer bent bij Ajax? Ja, dat idee heb ik wel, want ik voel in ieder geval vanuit de club de steun. Ondanks dat we allemaal wel weten dat het crisis is, dat weten we. Maar ik kan niks anders aan jullie verwoorden het gevoel wat ik van alle lagen bij Ajax krijg. En Maries, het lukt vandaag niet hier. Waar put jij hoop uit dat het dan over een paar dagen tegen Brighton en dan later tegen PSV wel gaat lukken? Uit delen van de wedstrijd. Nogmaals, ik denk dat we de eerste helft redelijk onder controle hadden zonder heel groots te spelen. En ook in die gedeeltes van de wedstrijd zie ik gewoon waar het aan schort nog. Ik vind dat we veel hoger tempo moeten spelen. Dat we, als we vandaag in een stuk hoger tempo speelden, als dat we zeker gaandeweg de eerste wedstrijd deden, dan hadden we er veel makkelijker onderuit kunnen voetballen. Dus dat, daarop blijven hameren, blijven trainen. Ja, en het feit dat we toch ook 3 keer scoren nadat je 2-0 achter staat, dat geeft in ieder geval aan dat er veerkracht in de ploeg zit. En dat geeft mij wel vertrouwen. Ja, er wordt ook nog twee keer die wedstrijd tijdelijk gestaakt. Dat is voor jou, wat vind je daarvan? Nou, dat is natuurlijk voor ons wel een ongemakkelijk moment. Want je staat de eerste keer 3-2 voor en de tweede keer is het 3-3. Dus als je het hebt over hoger tempo bijvoorbeeld, is dat wel iets wat wel meespeelt? Ja, ik wil niet het daarop afgeven, hoor, helemaal niet. Maar je wordt wel uit je ritme gehaald. En het is gek, want we na de 3-3, dat we even de kleedkamer gingen, had echt iedereen het juiste gevoel van opgehamerd. Zorg in ieder geval dat je de 0 houden kan niet meer. Dat je de 3 houdt en we gaan vol voor de overwinning. Dat is helaas niet gelukt. En dan komt die laatste goal van FC Utrecht. Wat denk jij dan als je die bal erin ziet gaan? Ja, dan kun je natuurlijk wel door de grond zakken. Want wat ik al zei, je komt uit de kleedkamer nadat hij voor de tweede keer gestaakt is. En daar wil je voor de winst gaan. Ook een aantal spelers nogmaals aangeven, blijf het in het voetballen zoeken. Met Berghuis heb je nog iemand erbij die tussen de linies kan spelen. Extra kwaliteit daar zo. En dan ben je nog niet een minuut buiten of de 4-3 ligt binnen. Dus dat is wel verschrikkelijk.